bent toch niet angstig, mag ik hopen, hè? Een beetje. Goed, ik zal u besparen vandaag. Ik ga het u alleen maar leren. Ja, even kijken. Wat is er, Otto? Ik wil weg. Nee, rare fratsen, Otto. Nee hoor, nee. Ja, maar ik wil niet. Otto, we gaan ons eerst voorstellen zoals we hebben afgesproken. Ja, mooi. Rechterzijde, voor u links, staat mijn man, Otto. Ja, en aan mijn, aan die kant ziet u mijn vrouw. Hooglerares, vitaborist, dokter Anders Magister in de ongeluksbestrijding, Virginie. En hier achter ons draaiorgel, Esmeralda. Esmeralda, wij zijn de charlatans. Als u goed kijkt, ziet u hier mijn bedovergrootvader, Jozef Charlatan. Hij was dirigent. Hij deed hier ooit mee aan een belangrijk muziekcompagnie. Op deze plek. Totdat zij allen verdwenen. Ja, als u daar kijkt, ziet u taveren in den Zwarte Kat. Mijn vrouw en ik zijn hier een kruidenierszaak begonnen. Overdag kunt u hier alles kopen, maar 's nachts. Op een nacht schrokken we wakker uit onze slaap, omdat we vreemde geluiden, sinistere gekras en gekraak. Toen we eindelijk de moed bij elkaar geraapt hadden, zijn we op onderzoek uitgegaan naar waar die huiveringwekkende geluiden vandaan kwamen. En achter een zwarte kat vonden we de oude stallen, nog uit de tijd van de abdij. In het donker baanden we onze weg. Tussen manden, kisten en meubelstukken. En daar, verscholen tussen de oude huisgenoten, vonden we een stapel oude papier. Wow! Otto, wat is er? Ik ben gekrapt. Gekrapt? Dat zal die zwarte kitten zijn. Ik zei het toch, dat beest is niet te vertrouwen. Het lieve zwarte katje. Nee, Otto. Vanaf nu laat jij dat beest met rust. Wat heb je gevonden? Wacht. Oh ja, kijk. Tekeningen van de... Oude abdij. Oude abdij. Een vaantje. Mm-hmm. En onleesbare aantekeningen. Maar dit zijn niet zomaar papieren. Dit zijn de aantekeningen van Jozef Charlatan. Het is haast niet te lezen. Dat zeg ik. Tot diep in de nacht deed Otto een poging om de aantekeningen van mijn bedovergrootvader te ontcijferen. Ik was kruiden aan het sorteren. In de verte hoorden we het gedonder van onweer naderen. Ik liep naar het raam. En ik staarde in het duister van de nacht. En opeens een flits. Het bos werd hel verlicht. En toen... Ah! Wat is er? Ik zie... iets groots. Iets duisters. Iets donkers. Het is een ondoenbare... Het onnoembare. Ja. Otto, ik kijk en ik zie niks. Er is niks aan de hand. Niks aan de hand? Ik ga kruidenthee voor jou maken. Ik hoef geen thee. Om te kalmeren. Ik hoef niet te kalmeren. Ik wil hier gewoon weg. Ik heb Esmeralda
door heel Europa geduwd. Over de Pyreneeën, door de Alpen. Daarna heb ik voor jou de schoenkappen dans. En de Sirtaki moeten dansen. En Esmeralda bracht ons naar deze plek. Naar deze verschrikkelijke plek waar we alle graven vonden van het hele orkest. De graf van Graviermeister Engelbert. Ach, dat was de eerste. De eerste, ja. En dat toen en dat mausoleum dan van jouw wet over grootvader. Jouw wet over grootvader, niet de mijne, die wil haar. En daarna zijn we alles kwijtgeraakt. Het eerste is nog steeds niet teruggevonden. En nu wonen we hier, in het afgebrande, smerige, stekende, afgebrande krant. Oh ja, en ik ben ook nog een krant. En dan wil jij dat ik blijf? Ik ga! Nee, Otto. Otto, stop! Al deze ontberingen, die hebben ons geleid naar deze plek. Er is hier iets te vinden, ik voel het. We zijn er bijna. Otto? Katao kori kulunak, gai fatan di mortes, hamres, hamres. Ja, ik hoor je wel. Maar ik blijf erbij. Ik ga. Otto, Charlotte, jij blijft. Kom hier, jij. Ik wil ook geen enge dingen meemaken. Ik wil de was niet meer vouwen. Nee. Lieverd, dat hoeft ook niet. Ik ga kruidendrankjes maken. En die ga jij verkopen aan hen. Rijk. Wij komen van ver. Overwegen van hof naar hen. Voor je hart en liefde en tranen. Dat is ons verder. Geen tijd in je tas en zonder kompas. Dat wil Esmeralda. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lotte ligt in onze handen. Kom in weer elefant. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En fameus in vele landen. En dan over die zwarte kat. Slecht op ons gemak. Vonden wij hier een onderdak. Elke nacht de vreemde geluiden. Kippenvel op onze hart. En de krom of de vrouw. Of toch een miauw. Dat zegt Esmeralda. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen. Kom niet meer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier op de maan. En van u in vele landen. De charlatans. Wij hebben iets gevonden. Wij vonden een schat. In de stal van den zwarte kat. Schierollees waren geschriften om deze bladen vergript. Hij schrijft van een toer en van een concours.
bij de wereld harder te gaan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Referentie van hier tot de maan. En van u in vele landen, de charlatans. Dank u wel. Zo, wat spannend, hè? Wat een spannend avontuur dit. Otto, wil jij dat nooit meer doen? Wij gingen terug in deze herinneringen en ik dacht even dat je echt zou gaan. Lieverd, ik kan helemaal niet zonder je. Maar geen enge dingen meer, dat hebben we nu gehoord, hè? Nee. Ik zal voor je zorgen. Goed zo. Misschien is het leuk als u tegen betaling van een kleine gouden duit met ons op de foto gaat en Esmeralda. Zou u dat aandurven? Kijk aan, u hebt veel geleerd in korte tijd. Ja. Komt u maar. Nou hoor. De angst is direct verdwenen.